de ogen zijn gericht op de Eerste Kamer. Ja, is het een pensioenstelsel met de broodnodige hervormingen? Voor nu en voor later, past het beter bij die vergrijzende arbeidsmarkt? Of is het juist een blanco cheque, eentje dat zekerheden overboord gooit? Dat 1300 miljard in een potje stopt waarvan we eigenlijk niet weten waar het terechtkomt. Probeer een discussie van jaren maar eens samen te vatten in twee zinnen. En laat staan dat je daar dan je handtekening onder moet zetten. Die laatste verantwoordelijkheid die ligt bij de Eerste Kamerleden. Zij debatteren namelijk vandaag en morgen over de nieuwe pensioenwet. Mogelijk wacht ons een doorbraak op een van de meest slepende dossiers in Den Haag in de afgelopen 15 jaar. Al zijn ze er zelf alleen nog niet helemaal uit of nou net zij daar deze dagen over moeten beslissen. Ze zitten nog een week of vier op hun stoel. En ja, zo'n ingrijpende keuze bij scheidend Kamerleden neerleggen, daar hebben ze dan ook alweer discussie over. Als het dan toch tot een stemming komt, dan is het ook nog eens bloedstollend spannend. Een grote van de oppositie is kritisch. Het CDA lijkt de sleutel in handen te hebben. Hun wetenschappelijk instituut zegt, doe het niet. Zelf zeggen ze vooralsnog, doe het wel. Maar ja, bloedstollend spannend dus. Afwachten dus of het CDA daarin in draait. Ja, hoe staat de SP er natuurlijk in? Jullie zijn daar geen voor. Maar willen jullie ook dat het bijvoorbeeld wordt overgeheveld tot na de installatie van de nieuwe Eerste Kamer? Want daar is natuurlijk nu ook veel om te doen. Ja, maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat die nieuwe pensioenwet er gewoon niet komt. Nee. Omdat, en Frank deed een hele dappere poging om het in twee zinnen samen te vatten. Dat is vond heel ik heel goed knap. Ja, dat vond ik heel knap. Maar dit is hier iets waar jaren het al over gaat. Exact, maar hij zei terecht, en dat is ook het standpunt van de SP, doe dit niet, want onze pensioenen worden nog onzekerder. Ze gaan kort gezegd nog meer meebewegen met de markt. En heel veel mensen hebben toch zoiets, ja, ik vind het wel fijn om te weten, als ik straks met pensioen ga, dat ik een beetje weet waar ik op kan rekenen. Nou, dat gaat deze nieuwe pensioenwet niet regelen. Er zitten nog heel veel andere haken en ogen aan. Maar zegt het u, daarom zou je het moeten uitstellen tot, hè, nadat de nieuwe Eerste Kamer is geïnstalleerd, BBB, Caroline van der Plas, die vraagt daarom bijvoorbeeld. Ja, steunt u dat? Ja, maar kijk, het fundamentele is natuurlijk, hoe zitten de politieke verhoudingen? Dus die moeten vooral veranderen. En dan is ook interessant wat Frank net zei over het wetenschappelijk bureau van het CDA. Die hebben dus nu ook, nou net op tijd zou ik willen zeggen, gezegd, doe dit niet. Het kan potentieel tot dezelfde ellende leiden als de invoering van een toeslagensysteem bijvoorbeeld. Nou, dat hebben we allemaal gezien. Dus ik hoop echt dat het CDA en de Eerste Kamerleden van het CDA, ja, ook goed gaan luisteren van hun eigen wetenschappelijke bureau.